Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Zoals je weet, bij Motivatie Maandag bespreek ik 3 punten. 1. Hoe was mijn afgelopen week? 2. Wat is de quote van deze week? En 3. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Laten we maar beginnen. Nou, 1. Hoe was mijn afgelopen week? 1 woord: chaos. Ja, kijk. Ik ben zelf chaos soms. No offense, mensen die mij kennen, die weten dat ik soms te hard ben en soms kan ik een beetje chaos overkomen. Soms ga ik een beetje te snel. Zoals nu bijvoorbeeld. Maar het komt erop neer van sommige dingen heb ik gepland en dan wil ik gewoon aan het einde van de week gewoon halen. En dat lukt nu wel en soms lukt dat niet. Maar deze week was wel iets heel bijzonders aan de hand. Dus ik heb opdracht geleverd. Vervolgens komt de cliënt met 3000 vragen. Dus met andere woorden, veel meer vragen van ik denk, kom op hé, je bent niet mijn enige cliënt. Maar die vraag ga ik volgende week gewoon behandelen. Maar het was chaos, want het kwam erop neer van sommige mensen, je legt hun iets uit. Antwoord staat duidelijk voor hun. Vervolgens komen ze met de vraag en die vraag, het antwoord op die vraag staat duidelijk voor hun. En ik denk bij mezelf, kom op gast. Zie je dat niet of waar loop je tegenaan? Dus als ik zulke dingen meemaak, dan spreek ik die mensen echt hard erop aan. Want jouw tijd is niet mijn tijd. Mijn tijd besteed ik goed en ik probeer zo goed mogelijk te besteden. Als ik jou daarbij kan helpen, prima. Maar doe ook zelf onderzoek. Ik ben er niet om je handjes vast te houden. Dat doe ik met iedereen. Dus hopelijk vatten die mensen dit niet persoonlijk op. Maar als ik je instructies geef, dan staat het antwoord daar. En als het echt niet uitkomt, dan kan je altijd vragen stellen. Maar als het antwoord voor jou is en je stelt een vraag waar het antwoord voor jou is, dan reageer ik niet. Zo simpel is dat. Dat doe ik bij heel veel mensen. Sommigen vatten persoonlijk op, sommigen weer niet. Degene die niet persoonlijk opvatten, goed zo. Degene die persoonlijk opvatten, je hebt een probleem. Zo simpel is het. Je hebt een probleem. Maar goed, in ieder geval, dat is chaos mijn week. Ik probeer alles een beetje te herstellen. Ons systeem is bijna klaar. Het is ook dat. Daardoor komt het ook een beetje gauw is, omdat we zijn alles aan het importeren in een nieuw systeem. En systeem een beetje eraan werken. Je weet, heb je kinderziektes en al die shit. Maar het komt er wel. Dus daar zijn we een beetje bezig. En we zijn een beetje met het verhuizen van alle documenten. Los van dat alles, we gaan de goede kant op. Kom bij de tweede punt, quote van deze week. Quote van deze week luidt: There are only 7 days in a week, and someday isn't one of them. Helemaal gelijk. Ik ben helemaal eens met deze quote, puur omdat als je mensen bekijkt, dan zeggen ze altijd, ik heb het druk, 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 druk. Ik doe het ooit, of ik doe het morgen, of ik doe het dat, ik doe het dat. Maar het antwoord dat je altijd krijgt, ik heb het druk. En ooit doe ik het, of morgen doe ik het, of overmorgen doe ik het. Dus het komt erop die someday uit. Op een dag doe ik het. Maar heel veel mensen beseffen niet, je hebt 7 dagen in de week en iedereen heeft dat. Bill Gates of al die andere mensen, ze hebben ook 7 dagen in de week. Het is maar net hoe je jouw dag verdeelt. Als je prioriteit gaat naar chillen, dan gaat je prioriteit daar naartoe. Als je prioriteit gaat naar werken, dan gaat je prioriteit daar naartoe. Zo simpel is het. Ik zie dat sommige mensen gewoon goede ideeën hebben en het is gewoon zonde dat ze gewoon geld hiermee laten liggen. Een goed idee hebben is één ding, maar het uitvoeren is een andere. Wat je kan doen is gewoon, je kan naast je normale werkzaamheden gewoon je idee werken. Kost je 2 uren, 3 uren per dag, soms 1 uurtje per dag. Aan het einde van de week, als je elke dag 1 uurtje werkt, heb je wel 7 uurtjes aan jouw idee gewerkt. En heel veel mensen beseffen niet hoeveel kracht dat heeft. Dat 7 uurtje kan een grote investering zijn voor in de toekomst. Maar ja, niemand neemt het serieus of wat dan ook. En dat is jammer, dat is jammer. Maar dat is wat betreft deze quote. Laat me weten hoe jij hier tegenaan kijkt en wat jouw ervaringen hiermee zijn. Let op, je kan altijd naast je normale werkzaamheden, naast je baan, altijd ondernemen beginnen of altijd aan je idee werken. Heb je vragen naar de mogelijkheden of loop je ergens tegenaan? Neem gerust contact met me op. Kom met het derde punt, hoe ziet mijn aankomende week eruit? Nou, mijn aankomende week, ik ga gewoon die chaos oplossen. En het komt erop neer dat bepaalde opdrachten gewoon afgerond moet worden, want het schiet niet op met sommige opdrachten en sommige vragen die
beantwoord worden, die ga ik zo snel mogelijk beantwoorden. Voor zover het mogelijk is. Als het dingen moet halen of wat dan ook, doe ik dat niet. Als ik jou reageer of als ik niet binnen een bepaalde tijdstip reageer, dat betekent dat jij ergens anders antwoord kan vinden. Zo simpel is dat. Maar goed, aankomende week heb ik 3 afspraken staan. En bij die 3 afspraken zit eentje waarvan ik denk van oké, dat is een leuke opdracht. En die andere zijn gewoon lopende opdrachten die je gewoon moet afronden. Laat me weten wat jij van deze quote vindt en hoe jouw week eruit ziet. Heb je vragen over een bepaalde situatie? Neem gerust contact met mij op. Tot in de volgende video.